Voordat we gaan starten kun je direct bovenal zien, in deze video komt alleen leerstof voorbij die je gemengd en theoretisch hoeft te kennen. Kader en basis, je kunt dit dus overslaan als je wilt. Oké, okay, we gaan het hebben over de buitenlandse politiek van Hitler. Want Hitler deed een heleboel beloften voor de Duitse bevolking hè, de, de, in die economische crisis om het land er weer bovenop te helpen. Maar hij wilde Duitsland ook weer groot en sterk maken. En eigenlijk had hij drie beloftes. Wat dat betreft, eh, ik maak een einde aan dat verdrag van Versailles. Ik eh, zorg voor levensruim voor de Duitse bevolking. En dat betekent dat iedereen weer Heim ins reich moet komen, zoals hij dat zei. Nou, en daar gaan we in deze video's naar kijken. Eerst even dat verdrag van Versailles, hè, wat, wat volgens hem meer een dictaat van Versailles was. Dat was de Duitsers opgelegd, dat was vernederend, er moest een einde aan komen. En daarin was bijvoorbeeld bepaald dat Duitsland maar een klein leger moest hebben. Nou, Hitler trok zich daar niks van aan. Hij startte met de herbewapening van het Duitse leger. He, dienstplicht wordt weer uh, verder ingevoerd en zo. Uh, er worden weer nieuwe wapens geproduceerd. Het leger wordt weer uitgebreid. En bijvoorbeeld ook die uh, demilitarisatie van het Rijnland, die we ook in een eerdere video hebben gezien. Ja, daar, daar, daar stopt Hitler ook gewoon mee. Hij gaat weer soldaten neerzetten in dat Rijnland. Allemaal stappen om ook aan het buitenland te laten zien dat Duitsland niet langer met zich laat spelen. Ja, het grote doel voor Hitler is levensruimte voor het Duitse volk. En levensruimte is een Duitse term die letterlijk levensruimte, leefruimte betekent. Het Duitse volk heeft in de ogen van Hitler leefruimte nodig om te kunnen overleven. Duitsland moet dus verder uitbreiden. Hè? Er is meer grond nodig om alle Duitsers te kunnen voeden. Om Duitsland verder te kunnen laten groeien en sterker te kunnen maken. En op het kaartje hieronder zie je dan de gebieden die uh, Hitler daarmee uh, voor ogen had. Hè. Dus uh, donkerrood, dat was Duitsland in 1933 al. En uh, de lichte rode gebieden, die zouden er uiteindelijk bij moeten komen. En de eerste stap erin was dat uh, een aantal uh, mensen heim ins Rijk moesten komen, oftewel weer thuis in het Duitse Rijk moesten komen. Uh, Duitsstalige gebieden, zoals bijvoorbeeld Oostenrijk en Sudetenland, dat is een, een stuk van Tsjechoslowakije, die moesten weer bij Duitsland horen. Daar woonden Duitsstalige mensen, dus die mensen hoorden in de ogen van Hitler gewoon bij dat grote Duitse Rijk. Ja, en om dat idee van Heinrich Kracht bij te zetten, vond in 1938 de Anschluss, de aansluiting van Oostenrijk bij Duitsland, plaats. Ja, en hoe ging die dan precies in zijn werk? Nou, dat begon met een Duits dreigement om Oostenrijk binnen te vallen. En uh, Duitsland zou dat niet doen als Oostenrijk een nationaal socialist als regeringsleider aan zou stellen. Nou, die komt er ook meteen nog diezelfde dag, Sijs inquart en uh, die wordt de nieuwe leider van de Oostenrijkse regering. Je zou zeggen: oké, okay, prima, daarmee zijn de Duitsers tevreden. Maar de Duitsers trekken toch Oostenrijk binnen. En dat zien we hier op die foto links bijvoorbeeld: hè, daar trekken ze de grens over. En uiteindelijk wordt Oostenrijk een Duitse provincie. En een paar weken later wordt er in Oostenrijk nog eens gevraagd aan de bevolking of ze het daar wel mee eens zijn hè, dat, dat ze nu bij Duitsland horen. Maar veel Oostenrijkers vonden dat wel prima. En ja, zo'n zo stembiljet zoals je het hier ook ziet staan, ja, dat, dat zet er natuurlijk ook wel een beetje toe aan. Maar veel Oostenrijkers waren blij dat ze door die anschluss nu bij Duitsland hoorden.